Welkom in Omnieuw de Jungle. Ja, we zijn eigenlijk een unieke combinatie van zorg, botanische tuin en dierenpark in één. We doen een stukje opvang van dieren. Eigenlijk is het allemaal heel apart, een gaaf geheel. We hebben zo'n 165 cliënten in de dagbesteding. En samen met hun onderhouden we de horeca, de winkel, het dierenpark zelf, de groene ruimte. Eigenlijk 10 verschillende afdelingen die we hebben. En in deze rare tijden is het best wel uitdagend om ervoor te zorgen dat je toch nog veel bezoekers over de vloer kan krijgen en toch nog genoeg inkomsten binnen te krijgen. Terwijl je eigenlijk niet tegelijk zoveel bezoekers over de vloer mag hebben. Dus het is natuurlijk een uitkomst dat je dan heel mooi per tijdslot kan kiezen hoeveel mensen er mogen komen, mogen binnenkomen. En als je dan weet hoeveel bezoekers, hoe lang de gemiddelde tijdsbestek van een bezoek is, kan je heel mooi dus incalculeren hoeveel bezoekers er komen. En zo kan je dus eigenlijk heel efficiënt ervoor zorgen dat er heel veel bezoekers komen, terwijl het eigenlijk lijkt alsof het heel rustig is. Confius heeft ons echt wel goed geholpen met het start van het verkopen van online tickets. We hebben daardoor heel veel in de beginperiode heel veel over gecommuniceerd samen. Ik had één aanspreekpunt en dat was heel fijn. En zelfs in de weekenden kon ik daarbij terecht, dus het was wel echt prettig om dan gewoon lekker snel te kunnen wandelen. Dus als wij zagen van er moet toch iets aangepast worden, kon dat heel snel aangepast worden. Nu is Confius zover dat je zelf ook heel veel dingen kan en mag aanpassen. Dus dat zorgt ervoor dat je meer touwtjes in handen krijgt om het zelf te doen. En altijd als er wat is, je kon een belletje doen en het werd geregeld. De communicatie in ieder geval tussen Confius en ons was voor ons echt heel prettig. Het is echt heel prettig en heel fijn om eigenlijk Confius al erbij te pakken 's ochtends bij je werkbespreking. En dan kunnen alle medewerkers en cliënten al eigenlijk zien hoeveel bezoekers er komen, of op welke tijden van de dag ze komen. Op de tijden van de dag, rond 12 uur komen er zoveel mensen. En om 3 uur is het heel rustig. Dan weet je, dan gaan we pauze houden om 3 uur in plaats van 12 uur bijvoorbeeld. Dus daar kan je heel mooi in gaan schuiven om ervoor te zorgen dat het soepeler gaat lopen in de horeca. De samenwerking met Confius is echt super fijn. Het is meer dan eigenlijk alleen ticketverkoop. Je kan een webshop ermee starten, je kan heel veel statistieken inzien. En eigenlijk dat allemaal samen is eigenlijk best wel waard voor je geld eigenlijk.